16 minuten. Soleiman die soleerde doorheen door een prachtige mooie dieptepaas van Nick de Wit. En ik denk, nou, Holland zit op rozen. Nou ja, op rozen. Op dat moment zijn er nog 75 minuten te spelen. Dus dan zit je nog niet op rozen natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel een goed begin. En ik vond ons met name de eerste 20, 25 minuten heel goed spelen. Zowel bij balbezit als balverlies. Daarnaast zag je wel dat de tegenstander wat meer optimistisch ging spelen. Dus leek het erop alsof we wat meer onder druk kwamen. Maar ik denk dat we heel weinig hebben weggegeven. Ook de eerste helft en de tweede helft. Ja, je bent gelegenheidscoach. Omdat Anand Jagdeesving die is voor het trieste van omstandigheden naar Colombia. Maar Joep, hoe is het eigenlijk met deze wissels die je dan toch inbrengt? Want je hebt er maar eentje ingebracht. Ja, dat klopt. Omdat ik gewoon vond, zowel bij balverlies als bij balbezit, dat het op zich prima stond. We merkten wel in de loop van de tweede helft dat we toch op het middenveld dat we wat de controle verloren. Dus dat was de reden waarom ik Bart Spil om wat meer power op het middenveld te zetten. Om dat meer onder controle te krijgen. En een wat meer balvaste spits voorin. Ik vond dat we dat daarna in balbezit dan wat beter deden. En ik moet ook zeggen dat we ook de tweede helft, ook al ging de tegenstander heel optimistisch spelen. Ze zijn gevaarlijk geweest, misschien uit standaard situaties, uit corners en vrije trappen die we weggaven. En hij vond een keer goed voor de tegenstander, dus, dat hij in het netje lag. Maar ja, ik vond eigenlijk de wissel toch niet zo goed, want waarom had je niet Rudolberg ingezet? Nou, omdat ik vond dat de tegenstander nog helemaal niet echt Fabank ging spelen. En we hebben met Moegte hebben nog meer dan genoeg snelheid. We hebben ook met Sven D nog wat meer dan genoeg snelheid. En het is niet dat we alleen maar de ballen voorin moeten naar voren moeten schieten. We moeten ook proberen in balbezit de bal in de ploeg te houden. En het aparte is dat je wel ziet na die 1-1 dat we dat opeens wel kunnen. En dat we dan wel weer kansen kunnen creëren. Maar heb je nou Sam Biesen nou gewisseld omdat hij die kans heeft gemist? Of was het om andere redenen? Nee, absoluut niet. Ik heb hem net nog over gesproken. Ik bedoel, hij is zelf de eerste die er natuurlijk vreselijk van baalt dat hij zo'n kans mist. En dat hoef je hem echt niet te vertellen. En dat hoef je elke speler die zo'n kans mist niet te vertellen. Die weet ook donders goed dat die bal erin moet. Natuurlijk is dat niet de reden geweest dat hij eruit ging. Maar goed, je verliest nou toch wel 2 punten. Maar gelukkig, geluk bij een ongeluk. Jos Watergesmeer, die verliest. Ja, nou, ik vind dat we niet naar anderen moeten kijken. We moeten naar onszelf kijken. En ondanks dat wij 2 punten hier laten liggen. Over het algemeen hebben wij een vrij goede wedstrijd vind ik gespeeld. Ook tegen een goede tegenstander. Ik bedoel, deze ploeg staat hoog in de tweede periode. Ja, 1-0 bij jullie, hè? Want ze hebben bij jullie 3 punten gehaald. Ja, klopt. Het was de eerste wedstrijd die we verloren dit seizoen van deze tegenstander. En nogmaals, ze zitten in een hele goede serie in de tweede periode. Dus wat dat betreft hebben ze aardig aan banden kunnen leggen met de kwaliteit die zij toch al hebben. En nogmaals, dan is het gewoon doodzonde dat je eigenlijk niet echt heel veel kansen weggeeft. En dat omdat hij een keer verkeerd valt... Ligt in het netje. Het zag het een klein beetje aankomen hoor, want ze zochten wel steeds de aanval. Ja, natuurlijk. Maar dat ben ik niet helemaal met je eens, want het is opportunistisch wat ze spelen. Iedereen kan een bal van achteruit lang in de pot gooien. En dan lijkt het er inderdaad optisch op dat we onder druk staan. Kik en rust. Ja, feitelijk wel. En dat is hun goed recht. En zij moeten natuurlijk ook wel, want zij in de laatste fase wat willen forceren. En ze hebben daar ook gerust wel de spelers voor. Want we weten dat ze heel veel fysieke en ook veel van lengte hebben. Maar nogmaals, dat hebben wij heel goed onder controle gehad. En behouden ze een paar corners en een paar vrije trappen, zijn we niet in gevaar geweest. 1-1. Ja. Aan de ene kant goed, 1 punt. Want anders had je helemaal niks gehad. Ja, maar nogmaals, als je tot 10 minuten van tijd met 1-0 voor staat en je memoreert al de kans van Sam maar, en nog een corner van Marijn Ploem die vrij kon koppen en helaas overkopt. Ja, als je daaraan terugdenkt, dan baal je ervan dat je 2 punten hebt laten liggen.